Graag heet ik iedereen van harte welkom. Het is bijzonder om nu in deze mooie zaal bijeen te komen voor de uitreiking van de Instituut Gak KNW Award. Onder normale omstandigheden zou de uitreiking hebben plaatsgevonden tijdens onze jaarlijkse bijeenkomst onderzoek en beleid. Helaas moesten wij wegens COVID-19 deze bijeenkomst naar een later tijdstip verschuiven. Daarmee werd een bijeenkomst die gewijd zou worden aan de toekomst van de sociale zekerheid, de menselijke maat en de solidaire samenleving, uitgesteld. Dat is jammer, omdat ongeveer 200 onderzoekers op die dag bijeen zouden komen om over dit hoogst actuele onderwerp van gedachten te wisselen. Bovendien zouden de onderzoekers getuigen zijn van de toekenning van de award, helaas. De aanvankelijke aanleiding om dit onderwerp in de onderzoekersdag aan de orde te stellen was het besef dat er zich veel ontwikkelingen in de maatschappij in een versneld tempo voltrekken. Zo kan men denken aan de technologische ontwikkelingen, robotisering, de komst van de platformeconomie, de flexibilisering van de arbeidsmarkt, de globalisering en de ontgroening en vergrijzing met alle gevolgen van dien voor de houdbaarheid van het pensioenstelsel. Die ontwikkelingen geven op zichzelf al aanleiding om opnieuw diepgaand stil te staan wat de gevolgen zijn van die ontwikkelingen voor het stelsel van de sociale zekerheid. Het lijkt wel of de pandemie de aandacht voor deze ontwikkelingen wat naar de achtergrond schuift. Dat zou volstrekt onjuist zijn. De pandemie is niet alleen een nieuwe factor waarvan de gevolgen bij het onderzoek betrokken moeten worden, maar het lijkt ook een versnelling te geven van verschillende van deze ontwikkelingen. Zo wordt de rol van de overheid tegen het licht gehouden. Niet zozeer in de zin welke concrete maatregelen door de overheid genomen moeten worden om de pandemie te bestrijden, maar welke rol de maatschappij aan de overheid toedenkt. Er lijkt een tendens te zijn om bevoegdheden van de individuele burgers over te hevelen naar de overheid, juist om die overheid in staat te stellen de individuele burgers als collectief te beschermen. Hoe dit alles ook zij, voor de wetenschap leven wij in een tijd waarin er visionair en innovatief gedacht kan, maar met name ook moet worden. Instituut Gak waardeert het bijzonder dat wij samen met de KNW de wetenschap op het gebied van de sociale zekerheid verder mogen bevorderen. Dat doen wij door gezamenlijk een award toe te kennen. En dat gaan wij vandaag doen. Het is een genoegen om kennis te nemen van het onderwerp dat de award heeft gewonnen. Een goede oude dag voor migranten. Naar mijn mening een complex vraagstuk dat een waaier van vragen kent. Ik veroorloof mij één aspect wat te belichten. Puur om de onderzoeker, Jelle, uit te dagen. Binnen sommige culturen is de zorg voor de vorige generatie een belangrijk onderdeel van de verhoudingen binnen de familie. De vorige generatie heeft zorg gedragen voor de volgende generatie. En het spreekt dan ook voor zichzelf dat die volgende generatie op haar beurt zich verantwoordelijk voelt voor de vorige generatie. In sommige culturen, met name de westerse culturen, zie je naar mijn idee dat generaties vrij onafhankelijk van elkaar leven. Kinderen voelen zich niet verantwoordelijk voor hun ouders. Dat wordt versterkt als de maatschappij waarin ze leven die zorg heeft overgenomen. De ouders weten dat en sorteren daarop voor. In andere culturen kunnen ouderen erop vertrouwen dat ze in geval van nood kunnen terugvallen op hun familie. Zonder wetenschappelijke basis meen ik te kunnen stellen dat het familiegevoel in Nederland over het algemeen wat zwakker is dan bijvoorbeeld in Italië. Maar ik kom tot de concrete vraag. Mijn concrete vraag is of er in dit onderzoek rekening gehouden wordt met de verschillen in de bijdrage die vanuit de familie en vanuit het familieverband bij migranten in armoede, in geval van armoede, aan ouderen wordt gegeven ten opzichte van wat in Nederland in het familieverband gebruikelijk is. Wij zien uit naar de resultaten van dit onderzoek. Een diepgaand onderzoek zoals dit is waardevol voor de wetenschap, die verder op de uitkomst daarvan
kan voortbouwen. Maar vooral zal het waardevol zijn voor de beleidsmakers. Wil je tot zorgvuldige besluitvorming komen, dan is een optimale informatie van de grondslagen van het beleid van essentieel belang. En dan geef ik nu graag het woord aan Josie. Ja, ik zit hier in mijn hoedanigheid als voorzitter van de jury. En ik wil heel graag een paar woorden zeggen over het winnende project van dit jaar. En ook graag nog een keer de jury bedanken zometeen. De toekomst van de sociale zekerheid, de menselijke maat in een solidaire samenleving. Wat een prachtig thema was dat voor de bijeenkomst onderzoek en beleid van instituut GAK, die we eigenlijk vandaag zouden hebben gehouden. En hoe jammer toch dat deze dag weer uitgesteld moet worden, maar het is niet anders. Gelukkig kunnen we nu met een klein gezelschap, klein maar fijn zou ik zeggen, een klein gezelschap hier in het Trippenhuis bij elkaar komen voor de uitreiking van de Instituut GAK KNW Award. En ik borduur graag voort op het thema van die onderzoeksdag die zo voor vandaag gepland was. Want die was gebaseerd op de gelijknamige bundel die Instituut GAK heeft laten maken voor het afscheid van vicevoorzitter Bert de Jong. En meteen al in het voorwoord van de bundel, van de hand van Frederik Bruin, staan behartenswaardige zinnen. Hij schrijft bijvoorbeeld dat deze tijd van onzekerheid, en nu citeer ik, aanleiding geeft om innovatief en visionair te denken. Waarmee hij niet bedoelt dat we de geschiedenis van de sociale zekerheid moeten vergeten. Er is immers, en nu citeer ik, een schat aan ervaring waaruit geput kan worden. En die tweeslag van enerzijds voortbouwen op een solide bestaand fundament en anderzijds ruimte geven aan vernieuwend en verrassend onderzoek sluit mooi aan bij wat we met Instituut GAK KNW Award willen bereiken. De prijs die we vandaag voor de derde keer uitreiken is bestemd voor talentvolle onderzoekers aan het begin van hun carrière. En die prijs wil baanbrekend onderzoek mogelijk maken op het gebied van sociale zekerheid en arbeidsmarkt. En ik ben trots dat ik vandaag als juryvoorzitter de winnaar van de prijs mag bekendmaken voor het publiek en toespreken. De jury, en dan wil ik toch even van de gelegenheid gebruik maken om de jury te introduceren, want die is hier helaas niet helemaal bij, behalve in de vorm van twee personen. Renske Keizer, Jouke van Dijk, Harriet Vinken en Wim van Saarloos, en ikzelf was de voorzitter. De jury heeft dit keer 5 onderzoeksvoorstellen mogen beoordelen. En we hebben daarbij gekeken naar originaliteit, vernieuwingskracht, relevantie en nog een paar andere dingen. Maar die 3 dingen waren het belangrijkst. Daarnaast hebben bijvoorbeeld uiteraard, zou ik zeggen, de wetenschappelijke prestaties en communicatieve vaardigheden van de aanvrager. En de jury heeft de onderzoeksvoorstellen heel zorgvuldig bestudeerd, zoals we dat ieder jaar doen. Maar dit jaar was het wel weer extra moeilijk. Het lijkt wel of het ieder jaar moeilijker wordt. Want alle 5 waren ze van hoge kwaliteit. Toch vond de jury unaniem dat er 1 bovenuit stak. En die ga ik nu toespreken. Het winnende voorstel is verrassend en sprankelend. Het scoort hoog op eigenlijk alle beoordelingscriteria. Het is boeiend geschreven, goed geschreven en roept bij de lezer enthousiasme en vooral ook nieuwsgierigheid op. Inhoudelijk, maar dat kan niet anders, is de kwaliteit prima. Het is interessant ook omdat 2 onderzoeksvelden met elkaar verbindt. De aanvrager, daar ga ik zo meteen nog wat meer over vertellen, maar de aanvrager heeft een indrukwekkend cv, zeker voor zijn leeftijd, en met onder andere 2 tegelijkertijd en cum laude afgeronde researchmasters. Ik kan echt uit ervaring zeggen dat dat heel bijzonder is. Daarnaast weet de aanvrager onderzoek uitstekend onder de aandacht te brengen bij een breed publiek, maar ook in wetenschappelijke tijdschriften van hoog niveau. Kortom, het was onder alle onderzoeksvoorstellen die wij gezien hebben een hoogstaand relevant onderzoeksvoorstel dat uitgevoerd zal worden door een talentvol onderzoeker, namelijk, hier zit die, Jelle Lusbroek. Jelle, jij wint de Instituut GAK KNW Award 2021 met je onderzoeksvoorstel, en ik herhaal nog even de titel, een goede oude dag voor migranten, bestuderen en bestrijden van pensioenarmoede in een vergeten groep. Hele belangrijke titel die je op een hele boeiende manier uiteen hebt gezet in je voorstel. Even wat meer over jezelf.
Jelle werkt nu als postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit Utrecht. En met het winnen van de Instituut Gakke KNW Award zal hij vanaf 1 juni 2022, dus over een half jaar, voor 3 jaar bij het NIDI aan de slag gaan. Om dat onderzoeksvoorstel ook echt uit te voeren. Dan even wat meer over dat onderzoek, want het werd net al eventjes geïntroduceerd, maar pensioenarmoede treft in Nederland 3% van de gepensioneerden zonder migratieachtergrond, maar 6% van de westerse migranten en maar liefst 40% van de niet-westerse migranten. Dat zijn hele relevante cijfers. Want door de groeiende instroom van migranten in ons land groeit ook de groep 65-plussers met een niet-westerse migratieachtergrond. En er dreigt dus een armoedige oude dag voor een steeds grotere groep van gepensioneerde migranten. Nou, met zijn voorstel gaat Jelle onderzoeken hoe de financiële positie van verschillende groepen gepensioneerde migranten tot stand komt. En hij gaat ook aanbevelingen doen voor hoe die positie verbeterd kan worden. Dat is heel belangrijk voor beleidsmakers. Migrantenonderzoek richt zich doorgaans op de financiële en werksituatie van jongere migranten. Studies naar de financiële situatie van gepensioneerden of de werksituatie van oudere werknemers kijken meestal naar ouderen en niet naar migranten. Dus daar valt het eigenlijk precies tussenin. En dat jij, Jelle, nu juist gaat kijken naar de arbeidsmarkt en pensioensituatie van oudere migranten maakt dit project, jouw project, eigenlijk tot een unieke combinatie van twee onderzoeksvelden. Een combinatie die ook meerwaarde heeft voor het instituut GAK en trouwens ook het NIDI. Het onderzoek sluit bijvoorbeeld mooi aan bij het programma Een Nieuw Bestaan, Een Nieuwe Baan van instituut GAK, maar voegt ook waarde toe op het snijvlak van de twee onderzoeksgroepen bij het NIDI die zich met de thematiek van pensionering en migranten bezighouden. Tot slot, beste Jelle, namens de jury feliciteer ik je van harte met het winnen van die instituut GAK KNW Award 2021. We kijken zeer uit naar de resultaten van jouw onderzoek. En we hopen ook natuurlijk dat het nieuwe wetenschappelijke inzichten zal opleveren. Maar zoals ik al zei, vooral ook voor beleidsmakers is dit een super interessant onderzoek. Maar vooral ook dat het daadwerkelijk zal bijdragen aan een goede oude dag voor migranten. Want daar is tenslotte dit allemaal om te doen. En daarmee hoop ik dat je ook zult bijdragen aan de toekomst van de sociale zekerheid en de menselijke maat in een solidaire samenleving. Want dat is het waar het ons om te doen is. Ik wens jou heel veel succes en Mariska ook gefeliciteerd natuurlijk. En een hele goede periode bij het NIDI, een KNW-instituut waar we heel trots op zijn. Gefeliciteerd namens de hele jury. En ik mag je dan hierbij ook de award overhandigen. Ook nog een kort blad van jullie. Ah, wat leuk! Daarna mag ik het award overhandigen. Beste toehoorders, beste collega's van het instituut GAK, beste dokter Lusbroek. Al is het maar vanaf het scherm, ik ben toch heel blij dat ik namens het hele KNW-bestuur de winnaar van de instituut GAK KNW Award 2021 mag gelukwensen. Er zijn heel veel partijen betrokken bij dit moment. Allereerst is de KNW, het instituut GAK, zeer erkentelijk voor het feit dat zij deze mooie prijs mogelijk maken en zo een impuls geven aan een belangrijk vakgebied. Ik verheug me op de voortzetting van onze samenwerking, maar hier alvast alle waardering. Ook de deskundige jury, met daarin maar liefst 2 oud-presidenten van de KNW, wil ik hartelijk danken voor hun inspanningen. En natuurlijk voor de overtuigende keuze die zij gemaakt hebben. Maar vooral wil ik Jelle Lusbroek feliciteren. Het leidt geen twijfel dat uw werk zal passen bij de hoge standaard van kwaliteit, originaliteit en maatschappelijk belang die we langzamerhand zijn gaan associëren met de Instituut GAK KNW Award. Uw onderzoek naar oudere migranten op de arbeidsmarkt en hun pensioenen adresseert een nieuw en belangrijk onderwerp. En u gaat dat onderzoek uitvoeren bij het KNW-instituut dat bij uitstek de juiste onderzoeksomgeving daarvoor zal bieden, het NIDI, het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut. Ik wil u alle succes
inspiratie en plezier wensen bij uw onderzoek en in uw verdere carrière. Dank u wel. Ik zie er natuurlijk heel erg naar uit om de komende 3 jaar dit te mogen gaan onderzoeken. Nou, er werd net al verteld waarom het in de ogen van de jury belangrijk is. En uiteraard is het ook precies wat voor mij een grote drijfveer is. De situatie voor een steeds groter wordende groep die geen goede oude dag heeft. Nou, daar moeten we iets mee. En ik ben blij dat ik in de gelegenheid gesteld ga worden om daar in ieder geval een klein stukje aan bij te kunnen dragen. Dus dank aan zowel Instituut Gak als KNW dat jullie überhaupt deze award hebben bedacht. Dat jullie die ieder jaar uitreiken. Ik ben, mogen duidelijk zijn dat ik het een heel warm hart toedraag dat die bestaat. In al mijn neutraliteit. En ook dank alvast richting het NIDI, waar ik onderzoek ga uitvoeren voor alle gastvrijheid die ze nu al hebben laten weten. De deuren staan daar direct voor me open. En met name Ken Henkens en Helga de Valk maken dat mij heel erg welkom voel daar. Ik zie uit naar de samenwerking met mijn toekomstige collega's. En behalve hen ook de eerdere laureaten van deze award noemen. De Jaap Oudemulders en Roos van der Zwan zijn ook een inspiratie voor mij geweest bij het schrijven van dit voorstel. Wie me ook erg hebben geïnspireerd zijn de maatschappelijke partners voor bij dit voorstel. Want zoals net ook al aan beide kanten van mij werd gezegd, ik doe het als wetenschapper, maar zeker niet alleen als wetenschapper, ook als burger van Nederland die deze samenleving een warm hart toedraagt. En dan ook blij is dat er vanuit die samenleving ook enthousiasme is over dit voorstel. Ook bij Achmea, bij de AFM, bij het ministerie van Sociale Zaken, bij het NIBUD, bij het NOOM. Bij het Sociaal en Cultureel Planbureau, bij de Sociale Verzekeringsbank. Overal mensen die ik gebeld heb en die enthousiast waren en die ook zeiden, als je dat voorstel schrijft, probeer ook hier iets van in het voorstel terug te laten komen. Want dit is waar wij elke week mee te maken krijgen in ons werk. En ik ben ook heel dankbaar voor hun advies. En ook, ik neem ook graag hun aanbod aan op camera. Dat jullie ook komende 3 jaar tijdens het project nog af en toe als adviseurs betrokken zullen zijn bij het project. Zowel om verder te sparren over wat nu de volgende stappen zijn in het onderzoek, als wanneer de resultaten er zijn, om ook te helpen dat die niet alleen mooi gepubliceerd worden, maar ook iets moois kunnen doen voor de mensen die we hier onderzoeken. Ook blij dat ik een aantal buitenlandse partners heb die daarbij mee willen helpen. Het is wat veel om die persoonlijk op te noemen. Daarbij spreken ze ook geen Nederlands. Bedankt partners in Duitsland, in Engeland, Ierland, Spanje, Tsjechië en Zweden. Ik zal jullie nog wel op een andere manier ook bedanken, maar ik wilde jullie niet onbenoemd laten hier. Ik zit hier nu nog als Universiteit Utrecht. En binnen de universiteit, die heeft allerlei prachtige dingen. En een van die dingen is de Institutions for Open Societies. En daarbinnen ook de Future of Work Hub. Die zijgeld uitreiken aan mensen om zich een aantal maanden te kunnen vrijkopen uit alle dagelijkse verplichtingen en de tijd te kunnen steken in het schrijven van een goed onderzoeksvoorstel. En bijna van A tot Z heb ik die tijd gebruikt om dit voorstel te kunnen schrijven. En ik ben heel dankbaar en trots dat hiermee dit zaadje uit het zaaigeld tot bloei is gekomen. Ik blijf binnen de Universiteit Utrecht in mijn dankwoord, omdat er nog 2 andere mensen zijn die ik hier ook nog persoonlijk wil noemen. Tanja van der Lippen en Joop Schippers, maar beide promotoren. Van 2014 tot 2018 heb ik tijdens het schrijven van een proefschrift heel veel van hen geleerd over het doen van onderzoek, het stellen van de interessante vragen en het met de voeten in de klei. Hoe benader je nou je respondenten op een goede manier? Hoe verzamel je nou je data? Maar ik wil ze toch vooral bedanken voor hun neiging om altijd in mij te geloven, mij altijd kansen aan te bieden, mij te helpen in mijn ontwikkeling in de meest brede zin. En dat ook na de verdediging van mijn proefschrift ook al jarenlang is doorgegaan. Dat vind ik heel bijzonder hoe jullie dat doen. En ook weer bij dit voorstel dat ook daarbij ik jullie weer kan vragen om te sparren en jullie mij ook nu weer inspiratie bieden in waar wil je nou precies naar kijken.
waar zit nu de muziek in dit voorstel? En tips over hoe je het nou in de praktijk zo strategisch mogelijk kunt uitvoeren in die 3 jaar. Het zijn wel 3 jaar, maar het zijn ook maar 3 jaar. Er moet veel gebeuren. Heel erg dank voor die praktische adviezen. En dat geldt ook voor enkele andere collega's, zoals Thomas Martens of Frank van Tubergen. Dank voor al jullie adviezen. Ik sluit af met een korte noot voor de mensen die persoonlijk het dichtst bij mij staan. Mijn ouders en broers, Cora, Tarsi, Lucas en Matthijs Lusbroek. En ook in bredere zin mijn schoolfamilie en vrienden. Met zo'n warme sociale omgeving is het altijd makkelijk om op maandag weer vol energie aan de slag te gaan. En die energie heeft me de afgelopen jaren erg geholpen. En dat zal komende jaren zal ik daar weer veel van profiteren. En dan sluit ik af met mijn vrouw, dokter Mariska Hackert. Je bent voor mij de beste levenspartner die ik wensen kan. Ook de beste sparringspartner die ik wensen kan. Ik ben van jou onder de indruk en leer van jou het doorpakken wanneer dat nodig is. Het strategisch denken en met dingen zo verwoorden dat het niet alleen mijzelf, maar ook anderen kan overtuigen. Ik ben ervan overtuigd dat met jou aan mijn zij mijn eigen goede oude dag eigenlijk al wel zeker is dat goed gaat komen. En ik zie ernaar uit om de komende 3 jaar ook mijn steentje eraan bij te dragen. Dat zo'n goede oude dag ook binnen handbereik komt van een vaak nog vergeten groep. Dank jullie wel.